ik doe toch de meeste boodschappen gewoon in de winkel. Dat je het gewoon even echt kan bekijken en voelen. En... Ik blijf het liefst wel naar winkels gaan, ja. Want online shoppen is toch, ja, je ziet het niet, je kan het product niet vasthouden. Ik vind het toch wel leuk om lokale winkeliers ook te steunen. Hè? En online is soms wel praktisch, maar ik ga wel proberen zoveel mogelijk lokaal te doen. Ik probeer zoveel mogelijk toch wel in de winkels te kopen. Ik ben nu net ook al aan het Sint-shoppen. Dus, en ik kan hier nog best wel veel vinden, dus dat probeer ik altijd eerst. Ja, het is leuk even gewoon ook eruit te zijn. En dat je wat meer tijd hebt om te kijken, vind ik gewoon vind ik leuk. Ik vind winkels ook wel heel belangrijk voor het behoud van sfeer in steden, stadjes, dorpen. Wij halen zoveel mogelijk bij lokale winkels. Ook restaurants hier kwam halen we vanavond een afhaalmaaltijd. Dus we proberen echt onze locals te supporten. Vooral nu ook heel veel eigenlijk in mijn eigen stad. Normaal gesproken kom je ook wel eens ergens anders. Maar nu met corona blijven we eigenlijk gewoon lekker veilig in Lochem. Ja, ik ben wel meer geneigd om dingen in de stad te kopen. Hè? Omdat je dan... gewoon zelf kunt zien wat je koopt daadwerkelijk. En sommige dingen kun je natuurlijk niet overal krijgen. Dat moet je dan online bestellen. Maar ik denk dat het overgrootste gedeelte gewoon in de winkels ligt. Zeker. Als ik iets moet hebben, ga ik de winkels in, zeg maar. De winkels zijn in. Maar wij zijn altijd wel voor de winkels in de plaats zelf. Ja. Ja, dat ik het eigenlijk best wel leuk vind. Ik ben hier 30 jaar geleden ooit eens geweest. En nu weer. En in de tussentijd niet. En ik vind het er heel gezellig uitzien. Voor de komende feestmaand ben ik als inwoner van Lochem natuurlijk mede verantwoordelijk voor het feit dat onze eigen winkeliers hun omzet kunnen draaien. En ik draag daar graag een steentje aan bij. Ik ga niet online kopen, maar ik doe mijn inkopen veilig, verantwoord en op een rustig moment. Bovendien wil ik ook graag gewoon de lokale ondernemers steunen. Dus dingen die ik hier niet kan krijgen, die zal ik online kopen. Maar eigenlijk het merendeel probeer ik altijd sowieso wel in Lochem te doen. Ja, en dan zijn er natuurlijk altijd wel een paar dingen die misschien wat verder weg zijn of die ik online eventjes probeer te kopen. Maar, ja. Ja, ik ben student, dus ik koop niet heel veel voor de feestmaanden. En winkel is gezellig. Winkel is veel gezelliger. We mogen tenminste dan nog iets doen. De winkels zijn nog open, cafeetjes zijn niet meer open. Dus ja, waarom zou je dat winkelen dan ook van je lijstje afhalen? Nee, ja. Dus winkelen blijf ik zeker doen. Ja. Ja.